Hey, welkom allemaal weer bij mijn kanaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Plant Based Balance. Het kanaal wat draait over een leven in balans gecentreerd rondom een plantaardig dieet, oftewel een vegan lifestyle. Nou, een aantal weken in deze isolatie door het coronavirus zijn er al legio aan voorbeelden en goede tips gekomen over wat je kunt doen in deze tijd om gezond te blijven. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Maar als we nou specifiek kijken naar welke veganistische dingen we kunnen doen in deze tijd om mentaal en fysiek gezond te blijven, nou, dan heb ik misschien wel een paar tips voor je. Ten eerste, om te beginnen hebben we natuurlijk meer tijd en de meeste mensen van ons hebben een keuken die staat te wachten totdat er gebruik van wordt gemaakt. Dus ga in deze tijd eens experimenteren met eten of met bereidingswijzes. Kopers of kokers, producten die je normaal gesproken nooit hebt gehad. Dan, het hoeft niet exotisch te zijn. Dat kan bijvoorbeeld een ander soort aardappel zijn of een vergeten groente of een specifieke kruid. Als je over het algemeen al veganistisch eet, kun je zo je repertoire wat uitbreiden en nieuwe smaken creëren of proberen eens een goed recept. Als je toch een beetje nieuwsgierig bent naar hoe het plantaardig eten eruit ziet, nou, probeer dan een keer gewoon iets te doen zonder je vlees of ga outside of je comfortzone en maak iets lekkers. Als tweede vind ik persoonlijk dat het veganistische leven ook wel erg draait om duurzaamheid. Dus niet alleen met betrekking tot dieren eten, maar ook met wat je draagt, welke producten je gebruikt, hoe belastbaar is dat voor je eigen gezondheid, voor die van een ander of voor het milieu. En kijk dan bijvoorbeeld eens naar je klerenkast. Kun je dingen gaan opruimen? Kun je dingen verkopen of weggeven? Of zetten er producten in je kleding die nog dierlijk zijn, maar waarvan je toch ook wel afstand zou willen doen? Denk dan bijvoorbeeld aan leren accenten of aan broekriemen of aan schoenen. En ja, kijk eens of je daarin wat kan minimaliseren, kan opruimen. Kijk of je alleen je lievelingskleren kunt uitzoeken. En ja, als je nieuwe dingen koopt, kijk dan ook bijvoorbeeld hoe duurzaam het is. Hoe duurzaam wordt er katoen geteeld of zit er wol in? Kijk, heel veel mensen denken vaak dat bijvoorbeeld dingen zoals leer en wol, dat dat bijproducten zijn van de dieren die voor de vleesindustrie worden gebruikt. En daarom, ja, zo wordt het, anders wordt het toch maar weggegooid, toch? Dat is dus niet helemaal waar. Beesten worden specifiek gefokt voor hun wol, voor hun huid, voor die bijproducten. En lijden daarom net zo hard als dieren die worden gebruikt voor de vlees- of zuivelindustrie. En als je dan toch nieuwe dingen gaat aanschaffen, bijvoorbeeld zoals schoenen, kijk dan bijvoorbeeld eens naar het merk Toms. Die hebben goedkope vegan schoenen, wel soms een beetje een aparte stijl. En als je duurder gaat, dan kun je op het internet nog veel meer merken vinden die ook mooie vegan schoenen of bijvoorbeeld dingen zoals riemen maken. Ja, als derde is iets wat we dagelijks gebruiken, dat is onze cosmetica. Heel veel cosmetica, daar zitten of dierlijke producten in, denk dan bijvoorbeeld aan honing of dierlijke bindmiddelen. En het grootste ingrediënt van deze cosmetica, als je denkt bijvoorbeeld aan shampoo of body lotion, is water. Dus je koopt eigenlijk een plastic fles met water en wat dingetjes erin. Nou, als je ervan uitgaat dat dat allemaal vervoerd en gemaakt moet worden, dan is het natuurlijk bizar hoeveel transport, logistiek en ruimte dat inneemt van de fabriek totdat het bij jou komt. Dus denk eens nou over naked producten. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld shampoo bars of zeep of parfum. Zelf gebruik ik de dingen van het merk Lush. Die hebben heel veel vegan handgemaakte spul. Ze doen niet aan verpakkingsmateriaal eigenlijk. Of als het ergens in zit, dan kun je het weer inleveren en dan krijg je een product voor terug. Ja, het fijne aan alles bij één merk hebben is dat ik niet diverse dingen hoef af te gaan zoeken. En dat ik gewoon alles bij dezelfde winkel kan bestellen. Ook leuk als je het bij hun bestelt. Krijg je het dus ook gewoon in een kartonnen doos met aardappelzetmeel schuimpjes of zo. Dus ook dat is niet verpakt. En bijvoorbeeld als je een shampoo bar hebt of deodorant, dat is ook nog beter voor je huid. Minder irritatie, er zitten geen gassen in die uit een spuitbus komen. Je doet er langer mee, het is heel makkelijk mee op reis te nemen. Dus het heeft een hele hoop voordelen. Dus kijk daar eens naar. Ja. En als je natuurlijk hebt over make-up, of mascara of lippenstift, wat ik natuurlijk niet gebruik, daar zijn ook een aantal merken voor die zich daar heel specifiek op richten om duurzaam en diervriendelijk te zijn. Ja, en een vierde ding wat je kan doen, waar ik al een keer eerder een filmpje over heb gemaakt, is bijvoorbeeld een moestuin aanleggen. Het is echt niet zo moeilijk en check daar voor het filmpje als je wat meer informatie wilt over hoe je dat kan doen.
Maar je kunt gewoon je eigen groenten kweken. Het is fantastisch om te zien hoe dat in zijn werk gaat, hoeveel aandacht en geduld en voeding zoiets nodig heeft. Je leert er ook heel veel van. En het resultaat is echt veel lekkerder en soms wel tot 5 keer voedzamer dan wanneer je het gewoon in de winkel koopt. En als vijfde vind ik dat een vegan lifestyle ook wel gaat over innerlijke verdieping en verbetering van jezelf. Door middel van cursussen of sporten of YouTube of lezen. Pak dan eens een onderwerp wat gaat over de verdieping in jezelf. Wat dat dan ook mogen zijn. En momenteel ben ik een boek aan het lezen over minimalisme. En dat zet bij mij dingen aan de gang. Maar dat kan voor iedereen iets anders zijn. Dus neem die tijd. Het geeft je ook rust. Het brengt je in een andere state of mind. En zeg ik, terwijl ik was echt geen lezer, maar ik merk het echt. Dus dat is denk ik ook iets typisch vegan wat je op dit moment kan doen. Ja, en tot slot zit er natuurlijk alles in de verbinding. Dus blijf in contact met mensen. Ook daar heb ik al eens eerder een filmpje over gemaakt. We zijn sociale dieren, ook al kunnen mensen wat beter alleen zijn. We functioneren niet goed of optimaal als we alleen zijn. We hebben verbinding nodig. We moeten liefde kunnen voelen en delen. Dus zorg dat je in contact blijft als je met meerdere mensen samen woont in je gezin. En ja, heb je de pech dat dat niet kan door wat voor situatie dan ook. Gebruik je apparatuur, gebruik je social media, je telefoon om te bellen of om kaartjes te sturen. Of ga desnoods bij iemand even voor het raam staan om elkaar eventjes real life te zien. Maar maak contact en ik beloof je, je zult je meteen een stuk beter voelen. Alright. Ja, dat waren mijn tips om in deze tijd wat beter om te gaan met jezelf en met anderen. En te zorgen voor je fysieke en je mentale gezondheid. Gecentreerd rondom een veganistische levensstijl. En ik hoop dat je er wat van hebt gehad of wat ideeën van hebt gehad. Laat me weten wat je eventueel al hebt gedaan of inderdaad gaat doen hierna. Of heb je nog andere tips die je ook nog kan gaan doen? Dan neem ik het misschien mee in een volgende video. Like alsjeblieft als je een leuke video vindt, daar help je me heel erg veel mee. Abonneer en deel deze content, want er komen nog heel veel mooie en leuke video's aan. Ik zou het zeer waarderen als je daar de tijd voor zou willen nemen. Het is maar een klein knopje, klik, klik en ik word heel erg gelukkig. En verder zou ik hem willen zeggen, hou je haaks in deze tijd. Het gaat ook al voorbij. Zoek dan de positieve kanten en de verdieping op. En in de tussentijd, streef naar balans, plant-based. Ik zie je weer de volgende keer.